This is an emergency lane. You are blocking the emergency lane for the emergency services. So about 15 minutes. Yeah, but yeah, 15 minutes, it can be dead or alive for someone. We gaan de snelweg op met weginspecteur Matthew van Rijkswaterstaat. Op de vluchtstrook staat een vrachtwagen, maar waarom? Yes, thank you. Where are you from? Romania. Romania, okay. Why are you standing here? I was stau. Stau, block. Was stau. I don't understand. Traffic jam. Yeah, I understand, but why are you standing here? Was stop all the cars. Pause it, or? No. And what are you doing? 15 minutes. The stau is... And what does the truck have problems? No, then you cannot stand here. Okay, I go. Yeah, you go, you get a ticket. Ja, want parkeren op de vluchtstrook is levensgevaarlijk. In the Netherlands is not allowed to stand over here and to take your 15 minutes. Understand, but yeah. My stau was blocked. Yeah, okay. All the traffic was blocked. Yeah, but this is an emergency lane. You are blocking the emergency lane for the emergency services. So it's about those 15 minutes. Yeah, but yeah, 15 minutes, it can be dead or alive for someone. But I was blocked with this problem. Yeah, I understand. I'm going to talk to a translator because I have to. He's going to talk in your language. Is it Romania or? Yes, okay. In eerste instantie geeft hij mij aan dat hij door de file op de vluchtstrook 15 minuten pauze aan het maken was. Maar natuurlijk een taalprobleem. Daaruit heb ik meneer aangezegd om een bekeuring toe te zeggen. En dat ik een tolk zou bellen. Nou, die tolk heb ik gebeld. Ja, ja. Ja. Als dat dus wat zijn verklaring is, dan mag u dat nog een keer vragen aan hem. Want hij geeft net een hele andere reden aan mij aan. Is dat er file stond en dat hij daarom op de vluchtstrook even 15 minuten moest stoppen. Dus dan mag u aan hem vragen waar dat verhaal dan vandaan komt. Ik geef hem even terug. Ja. Daaruit blijkt dus dat meneer een probleem had met de versnellingsbak. Dat probleem op de vluchtstrook heeft verholpen of verholpen is. Ja, helemaal goed. Aangezien hij met dit verhaal komt. Is of dat hij, want hij heeft... Zou u willen vragen of dat meneer beschikt over een digitale tachograaf? Zaak? Yes, thank you. Ik ga heel even het... Ja. Ik heb hem gevraagd om dat even aan te tonen. Nou, dat kon hij door middel van zijn uitdraaien van de tachograaf. En daarop stond duidelijk dat hij al zijn rust al genoten had vandaag. En dat de kaart zelf ook niet op pauze stond. Ik heb even de kaart bekeken, in ieder geval de uitdraai. Daaruit kan ik wel opmaken dat hij in één keer inderdaad snelheid vermindert. Ik ga meneer daarvoor dus niet bekeuren op dit moment. Want hij heeft dus kennelijk voor noodzaak gebruik gemaakt van de vluchtstrook. En dat mag. Zou u meneer wel willen meegeven dat in Nederland, mocht dit dus gebeuren, dat hij of contact opneemt met de politie of met de Rijkswaterstaat. Dat hij dus met pech op de vluchtstrook staat. Want ja, het is gewoon een combinatie die gewoon gevaarlijk is op de vluchtstrook. Voor mij een aannemelijk verhaal dat hij daar dus met noodzaak op de vluchtstrook stond. Waardoor ik hem dus geen bekeuring heb gegeven, maar weer veilig de weg op heb geholpen. There you go. Have a nice trip. Yeah. Maar goed dat er even met de tolkentelefoon gebeld is en zo duidelijk werd wat de ware reden van zijn stop was. Het scheelt de chauffeur een boete van enkele honderden euro's. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.